Ruim 90 deelnemers van verschillende bedrijven op de Amsterdamse Zuidas fietsen mee met de 5e editie van de Zuidas Business Ride voor wereldouders. Een prachtig evenement waarbij op een sportieve, gezellige manier netwerken en fietsen voor het goede doel hand in hand gaan. De opbrengsten van de Zuidas Business Ride gaan dit jaar naar het St. Damien Kinderziekenhuis in Haiti. We doen nu voor de 4e keer op rij mee met dit event. En als bedrijf is het gewoon heel erg leuk om een sportief evenement te koppelen aan fondsenwerving voor een goed doel. Veel van ons hebben kinderen. Een aantal krijgen nu ook kinderen. We zijn wat dat betreft een relatief jonge club. We zijn een hele sportieve club, dus het is voor ons best wel een logische combinatie om dan voor zo'n doel te kiezen en dat combineren met fietsen, wat voor veel mensen ook echt wel een hobby is. Dat is gewoon een hartstikke mooi doel dat elk kind een goede basis heeft en een goede toekomst. Dus dat was onze motivatie om mee te doen. Door zo'n fietstocht is het een beetje een leuke combinatie tussen de sport, collega's, het goede doel. Ik denk dat alles bij elkaar gewoon een... Voor ons is het eigenlijk een kleine moeite om zo'n stukje te fietsen. En je doet er denk ik heel veel goeds mee in de wereld.